Ik had gevraagd om een flip over om wat op te tekenen. Maar er is nog een ander beeldscherm, dat is jullie hoofd. Dus ik ga jullie uitleggen wat ik zou gaan tekenen. En dan ontstaat dat in het hoofd. Nee hoor, ik denk dat het goed gaat. Want het gaat over economie. En ik ben geen econoom, dus dan komt het altijd goed. Dan kan ik het namelijk heel eenvoudig houden. Maar ik begin even met een briefje van 100. Om uit te leggen wat wij tijdens de kruittocht naar Parijs, dat hebben we in 2022 gedaan. En dat gaan we dit jaar vanaf 22 april weer doen. Het verhaal wat ik ga vertellen is als het ware de onderligger of de achterliggende gedachte van de hele kruittocht. Maar wat ik deed, elke plek waar we aankwamen, 45 dagen lang, dan bood ik een briefje van 100 aan. En dan keken de mensen altijd heel blij, maar dan zei ik, ik ga het nu begraven. Dus dan ik heb een schepje bij me, dus dan ging ik een briefje van 100 begraven. Met het idee, we hebben heel veel verdiend aan de aarde, kunnen we dat nu weer teruggeven? Maar voegde ik ertoe, dit is geld met het hoogste rendement. Want als je op de achterkant kijkt, dan zie je zaadjes voor nieuwe plantjes. Nou, dat was een soort ritueel wat we elke dag deden. En dat deed ik ook toen ik uitgenodigd was. Een van de stopplaatsen was Brussel, het kabinet van Frans Timmermans. Dus wij zaten hoog in die toren. En er was geen tuin te bekennen vanzelf. Maar ik dacht, ik ga ook dat 100 aanbieden. Dus ik schuif dat briefje van 100 zo over die hele grote tafel. En halverwege zeggen de mensen aan de overkant, ja, maar we mogen niet meer dan 50 euro aannemen. Een tipje van de sluier van het systeem zoals we dat kennen. Ik ga jullie dus nu vragen een tekening in je hoofd te vormen. En dat is de tekening van een berg. En op een berg, daar zit een bron. Een bron waar een rivier uit voortkomt. En die bron, die stroomt naar beneden. En in mijn plaatje wat ik zou tekenen, zou ik dan even rechtsom gaan. Daar stroomt het water naar beneden, de zee in. En het verdampt op een gegeven moment. En wordt weer regen en komt weer bij de bron terug. Nou, dat is eigenlijk zoals een voorbeeld van een natuurlijke cyclus. En naar mijn idee moet de economie ook zo werken. En dan kun je dus die berg ook voorstellen als een bedrijf. Een bedrijf die ook een bron heeft. Een bron of een missie. En die produceert geen rivier, maar een product of een dienst. En dat komt ook weer terug bij het bedrijf. In de vorm van geld of waardering of kennis. Dus zo is de cyclus rond. Maar wat gebeurt er? Die cirkel die rondgaat, die neemt een afslag naar links. Dus jullie hebben nu een cirkel in gedachten. Maar naar rechts, daar gaat een pijl. En dat is het pijl van geld, wat een afslag neemt. En die stort daar neer op een eigen berg. Dat is een berg geld. En dat is eigenlijk wat er erg gaande is. Hè? Dus dat kunnen banken zijn, aandeelhouders, belastingen, alles. Dat komt op een eigen berg terug. Die is uit de cyclus gestapt. Nou, wat er dan ook gebeurt, dan ontstaat een berg, maar tegelijkertijd vormt zich ook een schuld. En om dat als voorbeeld Mywheels te gebruiken. Mywheels is een deelautobedrijf wat ik 30 jaar geleden begonnen ben en dat ben ik in 2015 uitgestapt. Maar ik heb het niet verkocht, maar weggeschonken. Want ik kon het niet begrijpen dat je ook, laten we zeggen, een bedrijf verkoopt, maar dan verkoop je ook banen. Dus dat paste mij niet. Maar als ik het had kunnen verkopen, dan had ik meegedaan aan die berg, een paar miljoen opgestreken. En was er voor het bedrijf, was er een schuld ontstaan. Dus dat is eigenlijk wat er steeds gebeurt. Nou, dat is een voorbeeld van dingen die uit elkaar gaan. En als je nog even die pijl naar rechts voorstelt die naar die nieuwe berg geld gaat. Er is ook een pijl die even helemaal naar boven gaat. Die gaat naar de maan of naar Mars. Zo van, als het hier allemaal mislukt is, dan gaan we daar verder. Nou,
Dus er is wat aan de hand met het geld. En de ene cirkel van die berg, dat is wat ze dan noemen de reële economie. En de andere cirkel van het geld, dat is de geldeconomie. Wie durft in te schatten hoeveel procent de reële economie is? Wie heeft het daar een gevoel bij of een idee? Of, 20%? Nog iemand die meer biedt of minder? Of? Wat zeg je? Minder dan 20. Minder dan 20, ja. Nee, het is 5%. Dus die hele berg die wordt in stand gehouden door het werk wat we doen aan die ene, op die ene berg. Of zijn het bedrijf, het bedrijfsleven, het dagelijkse brood wat je koopt of het loon dat je verdient. Nou, dat gaat iets mis. Nou, dat zien we allemaal en daarvoor komen jullie natuurlijk dit weekend bij elkaar. Maar wat zijn dan een aantal oplossingen? Want ik kom straks met een lijstje van 9 punten waar in welke oplossingsrichting we kunnen denken. En de eerste is eigenlijk nog even denken aan die ene berg, de cirkel bij die berg. Wat je tegenwoordig in het bedrijfsleven heel veel ziet, dat begint erg op te komen, dat is steward ownership. Dus een steward ownership, voor de mensen die dat niet kennen, is een bedrijf die wel aandeelhouders kan hebben, maar die geen stemrecht hebben. Dus die kunnen wel iets verdienen in de zin van dividend, maar ze hebben geen zeggenschap om te zeggen van nou, ik wil in plaats van 5% wil ik 15%. Of ik ga speculeren met het bedrijf door het te verkopen. Nou, dat is een manier om om echt weer die geldberg aan de rechterkant, om die weer kleiner te maken, in kleine stapjes zal dat wel zijn. En je kunt ook in die geldberg zelf een stichting of een stak oprichten. Dat is gelijk een van de eerste punten van oplossing. Vanaf 1 januari, ik weet niet of jullie dat weten, jullie kennen waarschijnlijk de AMBI-stichting. AMBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Daar kun je renteloos of zonder belasting aan schenken. Die mag nu vanaf 1 januari ook in bedrijven investeren. Voorheen mocht dat niet. En dat dan alleen in bedrijven die nooit meer, eigenlijk niet meer te koop zijn, die steward-owned zijn. Nou, als we dat kunnen bereiken, dan wordt die 5%, nou misschien het eerste jaar 6, maar ja, dat mag wel, dat kan heel veel meer worden. En dan gaan we echt meters maken. Dus denk daarover na, over het vinden van, er zijn heel veel familiefondsen, die hebben vaak allemaal fondsen in een stak of een stichting. Kijk of zij bereid zijn om in een bedrijfje in jullie omgeving of een coöperatie om daar geld in te investeren. Wat ook nieuw in opkomst is, of wat in bespreking is moet ik zeggen, is in de Tweede Kamer de planbatenheffing. Is er iemand die daar al wat over gehoord heeft? Ja, dat is het idee dat als je als een projectontwikkelaar of wie dan ook, kan ook een pensioenfonds zijn, of die een stuk landbouwgrond heeft. En die krijgt de bestemming bouwen of wonen, dan stijgt de prijs van 10 naar 300 euro of naar 500 euro. Nou, de planbatenheffing gaat regelen dat speculatieverschil terugkomt bij de gemeenschap. Ik heb nog niet precies kunnen nazoeken hoe dan het terugkomt. Gaat het naar de gemeente of gaat het naar een stichting? Of gaat het naar, nou ja, dat, maar dat is wel interessant om dat even te volgen. Er zijn twee partijen die nog moeten nadenken hierover. Dat zijn de VVD en de PVV. Dus misschien als je daar mensen kent, probeer ze te stimuleren om het anders te doen. Het derde punt is het nadenken over het in jullie buurten of bedrijfjes die in lokaal werken. Is het een stichting of coöperatie of BV, maakt eigenlijk niet uit. Probeer na te denken over het drievoudig eigenaarschap, zoals wij dat bij het Veerhuis ontwikkeld hebben. Drievoudig eigenaarschap houdt in
dat er niet één persoon of een organisatie eigenaar is van grond of een bedrijf, maar dat het eigenaarschap verdeeld wordt over drie actoren. En dat is de juridische eigenaar, dat kan een stichting zijn bijvoorbeeld, en waar een stuk grond kadastraal is ingeschreven, de samenleving en de beheerder, of in ieder geval een boerderij, de boer. Dus het zijn drie actoren die met elkaar steeds als er een nieuwe generatie aankomt of een nieuwe beheerder, dat je met z'n drieën gaat kijken wie is een goede opvolger. Dus dat je niet dat niet één persoon het kan beslissen. En dat je dus ook voor zorgt dat in het bestuur, dat niet alleen het bestuur kan beslissen erover, maar dat er elementen in het bestuur zitten, in de statuten, die verplichten om gemeenschappen en de beheerder erbij te betrekken. Dan ben je altijd met elkaar als samenleving bezig en kan er niet stiekem in een bestuur andere krachten ontstaan die het mooie wat er is minder mooi maken, laat ik het zo maar zeggen. Ik stel voor als er vragen zijn dat we dat na afloop even doen. Ik heb nog 6 puntjes, 7. Ik loop kort erheen. De vierde die gaat over de liefde. En dat klinkt in dit verband misschien een beetje apart, maar waar we erg naar op zoek zijn in de samenleving is, kunnen we in vertrouwen en liefde zaken doen met elkaar? Kunnen we dingen organiseren, van voedselbos tot een fabriekje? En hoe werkt dat dan? Nou, ik heb bij het opzetten van MyWheels een paar keer, één keer de Rabobank en de andere keer de Nederlandse Bank op bezoek gehad, omdat ik zocht als, laten we zeggen, wel de kantlijnen op, of de kantjes, maar dan krijg je op een gegeven moment de instituties tegen je. Maar allebei heb ik met de intentie van liefde kunnen oplossen. Dus geen advocaten, maar gewoon als je vanuit positiviteit erin staat, dan gaan mensen bewegen, heb ik ervaren. En de meest bijzondere was wel de eigenaar van het bedrijf waar ik MyWheels aan geschonken heb. Dat is de Sharing Group. De Sharing Group die heeft één aandeelhouder en die is zijn aandelen aan het verdelen onder de medewerkers en de klanten. Maar ik was er helemaal uitgestapt en ik onderhield contact met hem. En toen zei hij op een gegeven moment 3 jaar terug dat hij één van zijn bedrijven voor 150 miljoen kon verkopen. Nou, dat is natuurlijk niet niks. Maar hij voelde ook wel, dat past niet helemaal bij sharing. Hè? Want dan ga je eens gauw even een vluggertje, zou ik maar zeggen, even een bedrijfje verkopen. Dus ik heb hem uitgenodigd in het Veerhuis om uit te leggen hoe je dat anders kunt doen en wat het effect is als je dat anders doet. Hè? Voor de langere termijn gaat het dan heel vaak om. Hij zei bij het weggaan, het contract ligt er, ik kan bij het kruisje tekenen, maar hij twijfelde nog steeds wel. Dus ik dacht, ik wacht af. Een maand later, toen belde ik hem weer en wat bleek, hij had nog niet getekend. Dus toen dacht ik, ik ga een tegenbod uitbrengen. Dus ik naar zijn kantoor, begonnen we weer over dat contract. En op een gegeven moment stond ik voor hem en toen zei ik tegen hem, ik bied mijn hartsverbinding aan. Ik stap weer in het bedrijf. We gaan er samen iets moois van maken, maar je verkoopt het bedrijf niet. Nou, hij was helemaal ontroerd en heeft ter plekke het contract weggedaan. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waarbij die berg rechts, die nog steeds in jullie hoofd zit, hopelijk, een bedrag van 150 miljoen kleiner is geworden en er geen schuld is ontstaan. Dus dat, onthoud die kracht, die is heel groot. Een ander iets is dat ik, als je praat over andere zaken doen, heb je ook andere bedrijfsplannen nodig. Nou, hier kan ik een uur mee vullen, maar even heel in het kort. Met dit doosje ben ik, dat noemen we de UNO-box, van de UNO vanuit eenheid denkend, ben ik 7, 8 jaar geleden naar de Triodos gegaan om een lening te krijgen naast crowdfunding, want ik heb het Veerhuis toen gekocht, om een lening te krijgen van de Triodos. Nou, dit doosje, dat symboliseert aan de buitenkant de woorden van een gewoon businessplan. Je kunt dan
het doosje openen en dan zijn al die woorden aan de buitenkant vertaald naar de binnenkant. En het hart van het bedrijf, dat noem ik de bron. Dat is eigenlijk de ziel van het bedrijf. En dat vertaalt zich naar de buitenkant naar wat is dan je strategie of je missie. Dus alle bedrijfsplannen die bevatten missie en visie, maar dat is vaak heel erg buiten je. En probeer eens te kijken wat zit er in je, wat is jouw verlangen. Want als er iets misgaat in een bedrijf, dan kijken ze vaak alleen maar naar de kwartaalcijfers. Maar eigenlijk moet je terug naar de bron. Dus dat is... En we hebben één dame in ons midden, Sandra, die zit hier ergens, die heeft ervaren hoe dat dan werkt. Bij een initiatief in een buurthuis in Den Andel. Dus als jullie vragen hebben hoe dat werkt, dan kun je ook bij haar terecht. Ja, allebei. Oh ja. Dan even over grond. We zijn dus met het idee van die kruiwagen naar Parijs gelopen, naar de UNESCO. Met het idee, we gaan de hele aarde aanbieden voor op de werelderfgoedlijst. Waarvan de UNESCO overigens steeds zei, ja, dat kan helemaal niet. Maar het is wel een goed idee. Dus nou ja, dit jaar gaan we vanaf 22 april weer lopen. Maar ja, dan moet je zelf ook, vond ik, het voorbeeld geven. Dus wij hebben die lening die ik dus toen gekregen heb van de Triodos, die heb ik met crowdfunding weer weg kunnen poetsen. Dus hebben we 253 mensen hebben 180.000 euro opgehaald. Bijna allemaal schenkgeld. Toen kon de lening weg en kon ik het, de grond schenken aan de stichting Grond van Bestaan. Die het in het statuut heeft staan dat het nooit meer verkocht wordt. En passen dan ook weer dat drievoudig eigenaarschap. Zij hebben dat helemaal ook uitgewerkt. En ik heb dus als veerhuis ook een gebruiksovereenkomst dat ik goed zorg voor de aarde. Nou, zo kun je de dingen met elkaar regelen. En zelfs hebben wij onteigening weten te voorkomen, want niet lang nadat we het weggeschonken hadden, kwam het waterschap die een stukje van ons stukje grond, dat was precies op de dijk. En ze wilden die dijk verhogen en die wilden, dat stuk wilden ze kopen en als dat niet zou lukken, onteigenen. En toen hebben we de list bedacht, waar ze eerst van schrokken, maar zeiden, ja, dat is eigenlijk wel een leuk idee. We hebben gewoon dat stukje grond doorgeschonken aan het waterschap. En met een kettingbeding dat zij het nooit, als zij het willen verkopen, komt het altijd voor 0 euro weer bij ons terug. Dus op die manier is de waarde van de grond altijd 0 gebleven. Trouwens, ik heb dat doorgerekend voor de hele aarde. Stel, want we hebben dus nu een voordeel van 6.000 euro per jaar minder rente, die we overigens doorgegeven hebben aan onze klanten. Alle koffieprijs is vanaf die tijd 50 cent lager geworden. Dus dat is het idee. Hè? Het is, de aarde is van ons samen, dus we geven het voordeel ook door. Maar als je dat voordeel doorrekent voor de hele aarde, bespaart elke wereldburger, wereldwijd, ik durf het haast niet te zeggen, ik heb al een paar economen gevraagd van klopt dit wel? Ja, het zou wel eens kunnen kloppen. Dan bespaart dat 17.000 euro per persoon per jaar. Nou, dat zijn enorme bedragen wat die grote hoop geld zich toe-eigent. Dus daar hebben we wat te doen. Ik ben nog steeds met economen aan het stoeien om te kijken of ze het willen narekenen, want ik heb er een rekensom van. Het zevende puntje is, je hoort heel vaak bij initiatieven het over stakeholders hebben. Nou, ik wil eigenlijk voorstellen om dat woord af te schaffen. En wij de manier van zaken doen zoals ik dat pleeg aan te vliegen, gaat het niet om kosten gaan voor de baten uit, maar relaties gaan voor de baten uit. En als je dat zegt, kun je ook niet meer failliet. Want dan is je geesteshouding van hoe je zaken doet veel anders. Dus dat. Ik ben nu bijna 35 jaar ondernemer en een stuk of 10 bedrijfjes, organisaties opgezet. En dat blijkt te werken. Dus ik kan het iedereen aanbevelen om vanuit die gedachte. Maar dat, voor mij doen jullie dat al. Maar goed, ik wou dat dan alleen nog maar even aanmoedigen.
Neem nog even weer die twee bergen in gedachten. Rechts geld en links de berg met de cirkel van de reële economie. Instanties die daar ook wat mee zoekend zijn. Ik heb laatst 2-3 jaar terug was, dat zat er bij mij op terras in het Veerhuis. Iemand van een pensioenfonds. En we raakten zo in het gesprek. En die zeiden van ja, ik heb wel wat te doen, want ik moet 20 miljard euro binnen zoveel jaar wegzetten. Nou, dan schrik ik al als ik het hoor. Dus toen heb ik hem getracht uit te leggen hoe dat anders kan. En, maar wat toen nog niet zo speelde was steward ownership. Dus ik denk dat als pensioenfondsen op zoek zijn naar rendement, moeten ze het niet in geld zoeken, maar in de reële economie. Dus breng het geld, steward owned, naar de reële economie. En ik denk dat het veel meer rendement oplevert. Dus ik zou haast wel een stelling willen neerleggen. Als 10% van die berggeld verschuift naar links, naar de reële economie, heb je de zorgproblemen qua geld opgelost. Ik zou dat wel eens willen onderzoeken, maar dat gaat om enorme bedragen die we op die manier anders kunnen inrichten. Dus als ik pensioenfondsen weer tegenkom, dan ga ik eens kijken of we daar iets kunnen ontwikkelen, uitdenken. En ik denk dat, zoals jullie hier zitten, daar ligt een basis voor dat idee om die reële economie anders in te richten. Ik sluit af met punt 9. En dat is misschien wel de meest belangrijke. De 9e is hou vooral van jezelf. Dank je wel. Thank you.